Mira. Hoi. Hoi. Ben je er klaar voor? Want ja. Je hebt het natuurlijk al door, hè? We staan voor het pand van SBS. En daar ga jij zo meteen een screentest doen. Ontzettend leuk. Ja? Ja. Ik neem je mee naar binnen. Kom. Yes. Tom. Oké, Mira, ik laat jou alleen. Dit zijn je teksten. Goed concentreren. En dan over een paar minuten is de screentest. Kom ik je halen. Dankjewel. Toi, toi, toi. Tot zo. Dit is Shownieuws met Mira en Evert. Goedenavond en welkom. Gerard Joling heeft geen goed woord over voor de actie van Erik van Tijn gisteravond tijdens het Harpengala. De componist weigerde namelijk tijdens de live-uitzending de prijs voor het beste Nederlandse lied van 2009 aan Gerard te overhandigen. Erik is van mening dat deze prijs... We zijn er weer doorheen. Vanavond, na Hart van Nederland, is er weer een nieuwe editie. Hier kunt u nu kijken naar Traumacentrum. Prettige avond. Dag. Helemaal goed, hè? Ik ben hartstikke trots op je. Je hebt het zo goed gedaan. Dankjewel. Helemaal. Je pakt het echt zo op. Je bent een natuurtalent. Natural. Nee, ik ben erg, erg trots op. Dankjewel. Wauw, ik ben echt even stil van alles wat er gebeurd is de afgelopen tijd. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Eerst naar de tandarts, die mijn tanden helemaal mooi ging maken. En toen het street item. En nu ook nog eens vanavond de screentest bij SBS6. Het was echt in één woord geweldig. Het leukste was om te doen, vond ik, de screentest bij SBS6. En Shimane heeft me hier echt ontzettend goed bij geholpen. Die is een supergoeie coach geweest. En ik hoop dat ik dit veel vaker nog mag gaan doen. Maar nu, eerst even mijn make-up eraf. En dan lekker slapen.